Mama Bolingo is een vrouw en organisatie. En we hebben geleden meer dan 150 mensen. Oude mensen en jonge mensen ook. 5 jaar geleden, Mama Bolingo was alleen Congolese vrouwenvereniging. Maar nu is Afrikaans vrouwenvereniging. Maar niet alleen Afrikaans. Omdat het staat bij de Belgische vrouwen, bij ook in onze organisatie. We zijn nu 10 nationaliteiten. Mama Bolingo heeft gewerkt over integratie, gezondheid, onderwijs en opvoeding twee culturen. Het zijn kwetsbare gezinnen ook. Mensen die getraumatiseerd zijn. Mensen die heel hard moeten vechten voor rond te komen ook. Mensen eigenlijk in armoede, we hebben veel alleenstaande mama's ook, hebben geen internet, hebben geen tablet. En daarom, we zijn daar uitgekomen dat er een heel grote digitale kloof is. In collaboratie met le Tourisme Flandre, nous avons eu la chance de faire une formation sur le digital. Nous avons fait la formation pour aider les familles à comment organiser eux-mêmes les voyages, comment acheter les tickets pour se déplacer, comment louer les bus ou les tickets de train. De bedoeling is dat eigenlijk in het project onze gemeenschap, de Afrikaanse gemeenschap, leert eigenlijk de toerist uit te hangen in Vlaanderen en Brussel. Want als je op reis gaat, al is het maar de trein pakken, dat gaat allemaal digitaal. Dus deze digitale kloof willen we aanpakken. Hoe willen we die aanpakken? We gaan onze ambassadeurs en ambassadrices echt leren hoe ze digitaal kunnen de gemeenschap helpen om toerist te zijn. Marceline is een ambassadrice die onze gemeenschap aanmoedigt om eigenlijk in Vlaanderen op vakantie te gaan. Als je vertrouwen krijgt, als ons Marceline vertrouwen krijgt van de gemeenschap, dan gaan mensen hun persoonlijke verhalen vertellen. En de bedoeling is dat we hun daar ook, oh, moet je naar het OCMW, hoe kunnen we dat vinden op het internet? Dus die kloof verkleinen. Je hebt problemen op school, die smart school, hoe pakken we dat aan? Dus het is eigenlijk een rolling stone, zodat we ze echt proberen eerst eerst op reis gaan en dan verder naar dingen die zijn dagelijks leven nodig hebben.